Luisteraars en kijkers, welkom. Dit is Bloedsport, de podcast voor de MMA-watcher en de vechtsportkijker in het algemeen. In deze aflevering gaan we verder met Bloedsport 1-op-1, waar ik in gesprek ga met vechters en personen uit de vechtsportwereld, of in ieder geval met personen die link hebben met de vechtsportwereld. In deze aflevering praat ik weer bij met een gast die ik al eerder in de aflevering heb gehad in de audio-podcast. Dat is de Spanjaard, Vlaardingen Finest, Bellator, Middleweight, Castello van Stenis. Welkom, Castello. Yo, goedemiddag, man. Goedemiddag, jongen. Hoe is het? Ja, lekker, lekker chill. We zijn hard aan het trainen. Because we got something coming up, you know? ja, ik ben benieuwd. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik heb je natuurlijk gesproken in februari toen. Dat was toevallig ook net voor de aankondiging van het gevecht toen. Volgens mij stond die gepland voor 16 mei uit mijn hoofd in Londen. Ja, ja. En dat COVID gooide een beetje roet in het eten, hè? Dus ik vroeg me even af hoe is het gegaan sinds die tijd, man. Voorbereidingen die deels wel hebben plaatsgevonden, denk ik, tot het afhaken van het event van 16 mei. Ja, hoe is het gegaan die periode? Vroeg me even af. Ja, die periode was goed en slecht, weet je. Het slechte gedeelte was, iedereen stond stil, de hele wereld stond stil. Niet alleen wij als vechters, maar ik denk ook andere mensen die hun brood moesten verdienen. Ja, voor ons was het best wel fucked up. Ik ben naar Spanje gereden 2 keer op en neer. Dus ik ben gewoon, denk ik, in totaal 3 maanden ben ik in Spanje gezeten. Zag ik, maar dat was het goede gedeelte. Ik heb 3 maanden lang met mijn ouders weer door kunnen brengen. Ja. Een vriendinnetje. Dus dat was, was perfect, weet je. Gewoon niks doen. Ja, niks doen wil ik ook niet zeggen. Ik heb wel gewoon veel getraind. Maar dan niet op het ideale manier in een sportschool. Gewoon een beetje op straat, in de bergen. Een beetje verstopt in een gym waar er geen mensen komen. Nou, ik kon niet klagen, weet je. Het was lekker. Maar het werd wel weer tijd om weer terug naar de real world te gaan. En dat is nou gelukkig aan de gang. Ja, gaaf, man. En wanneer kreeg je van mij beeld te horen dat het gevecht niet meer zou plaatsvinden? Want we kregen ongeveer midden maart te horen dat er eigenlijk min of meer een totale shutdown plaatsvond in Nederland, in Europa. Wanneer hoorde jij dat het event in Londen 16 mei niet doorging? Nou, ik denk dat ik het 2 of 3 weken van tevoren... Tussen 2 en 3 weken van tevoren hoorde ik dat het niet meer doorging, dacht ik. Maar weet je, dat was wanneer het officieel was. Binnen, een beetje verstopt binnenin, hoorden we al, nee, het gaat niet meer door, want je kan ook niet meer vliegen. Vliegtuigen vliegen niet meer naar Engeland. Dus we hadden al een beetje, denk ik al 6 weken, 7 weken van tevoren al het moed opgegeven, zeg maar. Wel aan trainen voor het geval als het wel doorging, weet je. Precies. Maar we wisten al dat het niet doorging door van. Helder. Ja, en in de aanloop naar het gevecht behoorlijk wat trash talk, hè? We hebben het in de vorige podcast niet over kunnen hebben, omdat het niet bekend was wie je tegenstander zou zijn. Maar aan jouw kant eigenlijk vrij stil, moet ik zeggen. Het was voornamelijk van zijn kant, vanuit Fabian Edwards, die bijna dagelijks eigenlijk wel wat riep via Instagram, volgens mij. Fabian Edwards is een mogol. Ik weet niet. Ik weet wel wat hij wil. Hij wil me uit de tent lokken. En hij moet zichzelf toch wel een beetje moed bijpraten, weet je wel. Als hij niks tegen zichzelf zegt, dan... hij weet sowieso dat hij heeft verloren en dat hij zal gaan verliezen. Ja. Hij weet dat het een pannenkoek is. Ik ben zijn eerste echte stevige wedstrijd, zeg maar, die hij gaat krijgen. En ik denk ook, om eerlijk te zijn, als ik mezelf zou moeten bestuderen, en dat heb ik ook met andere trainers besproken, Het beste deel is, zeg maar, mij agressief te krijgen. Dat is wanneer ik domme dingen ga doen. Als ik eenmaal agressief ben, dan ga ik gewoon dom erin springen en dan wil ik vechten. Ja. En dat, wanneer je gaat vechten, dan is het 50-50. Ja. En dat is dan wat hij probeert te doen met stomme memes op zijn Instagram. Hij heeft me zelfs privébericht gestuurd, deze mogol. Ja, serieus? Ja, die aardig hoofd. Maar wat zegt hij dan? Ah, hij had gezegd, Costello went pussy, you better sign the next contract and you better not be scared, zegt hij. En dan zegt hij, I'm gonna put another scar on your face, Costello went pussy. Ja, wow, man, hoe oud ben jij? Je hebt 2 kinderen, man. Wat is dat? Achter je computer een beetje stoer doen, ik weet het niet hoor, maar dan ben je wel zielig. Maar jij zei net ook, hè, Costello, het mentale component daarin, hè? Want je geeft aan, weet je, het is wel... voor jou belangrijk dat je, zeg maar, je composure houdt, dat je daar gewoon rationeel in blijft. Maar denk je dat het voor hem nu ook niet een stukje strategie is om jou gewoon uit de tent te lokken? Omdat hij wellicht weet inderdaad dat je wellicht wel de overhand hebt op bepaalde vlakken.
Ja. Die jou emotioneel probeert uit tent proberen te lokken, zo gezegd. Ja, helemaal mee eens. Nee, dat geloof ik wel hoor, dat hij dat wil proberen te doen. Maar ja, af en toe lukt het wel. Want af en toe ga ik naar bed en dan kijk ik naar bed. Dan belt er een maat voor me op en dan zegt hij, hey, heb je gezien wat die sukkel heeft gezegd? Ja. En dan zegt maar dan zegt hij het niet. Heb je het al gezien? Hij stuurt het gelijk door. En dan denk ik, oh, fuck. En dan ga ik weer slechte dromen krijgen en dan ga ik later slapen omdat mijn handen jeuken om een pijn te doen, weet je wel. Ja, ik snap wel. Maar aan de andere kant, hij verkoopt het gevecht. Hij doet het werk voor je, weet je wel. Dus uiteindelijk, als je op KO's slaat en je kan er wat extra aan overhouden, alleen maar mooi meegenomen, toch? Zeker, helemaal mee eens. Hij doet gewoon het werk. Hij doet gewoon ze promoten. Check. En ja, hij zal het vanzelf wel voelen wat eraan gaat komen. Ja, ja, ja. En we hebben het al wel, je had het net al erover, hè. Hij heeft volgens mij een record van 9 wedstrijden, 0 verloren. 4 wedstrijden volgens mij in Bellator. Ergens begin 2019 gedebuteerd. Qua level of competition is het wel een step-up voor hem om nu tegen jou te staan. Ja. Om even realistisch te kijken naar de stijl en match-up, zeg maar. Wat vind jij van hem als vechter in die zin? Waar zitten zijn sterktes en waar zie jij kansen, zogezegd, bij Fabian Edwards? Waar ik mijn kansen zie, weet je, ik zie hem staand, worstelend en grond zie ik hem klappen. En niet zo'n beetje ook. Ik weet 100% zeker dat ik hem overal ga klappen. Maar het is een puntenvechter. Ja. Weet je, ik wil hem niet vergelijken met Lyoto, maar het is een puntenvechter. Hij is tikketje weg, tikketje weg. Tuurlijk, hij heeft tegen pannenkoeken gevochten. Ja, oké, pannenkoeken niet. Hij heeft tegen gasten gevochten die wat minder zijn. En die gasten die wat minder zijn, die hebben hem gegooid. Die hebben gedomineerd. En omdat ze minder, bedoel ik mee, niet dat ze minder sterk zijn. Ze waren wel sterker dan hem. Omdat ze hem gooien en al die shit. Maar, ik bedoel, als je aan het vechten bent, wie loopt er 3 keer op een upkick op? Iedereen, boom. Krijg een upkick. Oh, die vond ik wel lekker. Laat ik er nog eentje nemen. Boom. 2 keer. Ja. 3 keer, dat is gewoon dom. Weet je? Ja. En dan, die gasten zijn dan niet slim. Ik weet niet. Maar, dat is dan een domme fout. Terwijl ze aan het winnen waren. Met de gozer van 8 en 8 of zo. Of 9 en 8. Weet ik niet meer. Maar die gozer was aan het winnen. En dan heeft hij die verloren. Omdat hij dom. Ja, en zo. Ook een andere wedstrijd. Had hij op punten gevochten. Had hij gewonnen. Hij werd keihard geboet door iedereen. En hij vocht tegen een andere guy die welterweight was. Helder. Ja, man. Oké. Okay. En ik weet. Ja, hij moet wel zijn moed ergens voorbij krijgen. Ik snap het wel, maar. Ja, dus jij zegt eigenlijk van dat je eigenlijk op alle aspecten totale dominantie ziet, Castello. Ja, ik moet natuurlijk niet, kijk, hij is denk ik even lang als mij, misschien een paar centimeter langer, maar ik weet al wat zijn spelletje gaat doen. Hij gaat tikken, wegrennen. Het is een puntenvechter, het is een saaie vechter. Hij heeft mooie knockouts, hij heeft een paar mooie knockouts, omdat die gasten dom zijn. En dat gaat, ja, je moet dom zijn om zo knock-out te laten trappen, weet je. Dus vecht IQ. Jullie hebben één dezelfde tegenstander gehad, hè, volgens mij. Shipman? Ja, Shipman. Die heeft hij verloren, man. Fuck dat. Die verloor die? Ja, die heeft hij gewonnen. Ja, oké, was een split volgens mij. Nee, ik was wel helemaal even in de war. Volgens mij was dat een split. Was wel een controversiële beslissing ook, inderdaad. En die, volgens mij heb jij voor Shipman gewonnen op die KO, hè? Ja. En hoe... wat je zelf aangaf, jullie hebben best wel veel vergelijkenissen op dat vlak. Rond dezelfde leeftijd volgens mij, is volgens mij 1 jaar jonger. Hetzelfde aantal gevechten in Bellator, alhoewel je wel de level competition, daar zit natuurlijk wel verschil in. En we hadden het net al over, dat gevecht is natuurlijk uiteindelijk afgelast. En dan was je al min of meer aan het uitdagen om dat gevecht te accepteren. Ja. We hebben... een aankondiging gehad dit weekend vanuit de Bellator. Dat is dat er events plaats gaan vinden. Sowieso 1 oktober volgens mij in Milaan. En daarna vervolgens in Parijs 10 oktober. Is er van jouw kant al wat bekend? Het viel mij zelf op dat volgens mij het event van 1 oktober nog geen co-main event had. En volgens mij stonden jullie als co-main event voor in Londen, hè? Ja, Londen stond een co-main event. Ja, en ik mag nog niks zeggen, bro. Helder. Maar dat ik wel ga zeggen... Ik sta in geen één van die wedstrijden. Oké, helder. Maar het is wel heel snel. Je ziet dat mijn gezicht al wat mager is. Ja, oké, helder. Dat is goed om te horen. Dat is mooi om te horen, man. Nee, maar zie je al hoe laat het is. Oké, duidelijk. Maar het betekent nu dat het gevecht is dus nog steeds relevant. En ja, oké, helder. Nee, dat is goed om te weten.
Daar kijken we dan enorm naar uit, Castello. Hoe heb je deze tijd trouwens vermaakt? Hè? Want de UFC is bijvoorbeeld wel gewoon doorgegaan in deze periode. Kijk je zelf wedstrijden, Castello? Ja, tuurlijk. Volop. Check, ik ben daar gewoon aan. Kijk, gewoon oude, oldschool. Gaaf, man. Gewoon oldschool. Dat staat altijd op de tv, standaard. Ja, tof, man. Ja, de Nederland. Heb je Overeem nog gezien, laatst? Oh, man, netjes gevochten, man. Echt respect hoe die gozer heeft gevochten met 40 jaar oud. Ja, ik vond het ook echt heel slim ervaren. Hè? De gameplan ook. Hoe die dat, absurd op die leeftijd nog inderdaad. Ja, zeker. Het is dat hij een nederlaag had tegen Rozenstruik. Want dan had hij gewoon een 5 straight winning streak volgens mij. Mm-hmm. Nederlanders gaan goed. Ja, gelukkig. En we gaan alleen maar beter, weet je. Kijk, Nederland is een klein land. En we hebben heel veel goede vechters. Dus het is alleen nou een kwestie van tijd wanneer iedereen naar buiten gaat komen. True. Een beetje naam begint te maken hier zo. True. En we hadden net al erover. Je komt volgens mij net van trainen. Hoe gaat je voorbereiding min of meer naar het... het is nog niet officieel bevestigd, maar naar het volgende gevecht toe. Hoe gaat dat nu met COVID in Nederland? Je bent ook in Spanje geweest, gaf je aan. Heb je dat gecombineerd of doe je niet gewoon je volledige trainingskamp in bij MMA Vlaardingen, hier in Vlaardingen? Nou, ik doe mijn trainingskamp gewoon met Ricardo. Mijn hoofdtrainer, waar ik altijd sinds dag 1 ben. En bij MMA Vlaardingen, ja. En bij Leiden, bij Gegard, bij Timo Sassi train ik gewoon drie keer in de week. Weet je, en dan probeer ik... ik zit met Louis Tavares, die Glory kickboksen, ben ik heel veel aan het sparren. Elke ochtend, twee keer in de week. Nice. Die gaat ook zijn MMA debuut maken binnenkort. Ja, ik las het ook. Een goede kickbok, goede bokser ook inderdaad, ja, Tavares. Absoluut. Een goede stand-up fighter, weet je. Dus hij leert mij... Of hij leert mij... Hij helpt mij heel veel met die stand-up. En ik help hem met wat ik kan met grond en worstelen, weet je. Nice. Waar heeft hij trouwens al getekend bij organisatie, Luis Tavares? Volgens mij wel. Volgens mij voor Infusion. Infusion, klopt. Hè? Ja. Mooi. Dat is ik. Nee, klopt. Ook goed om te volgen. Ik wil het nog met jou hebben over... ik weet niet of jij het hebt meegekregen, maar dit weekend gaf Scott er ook aan dat... de overgang plaats gaat vinden van Paramount, zeg maar. Dat wordt nu op Spike uitgezonden. Dat gaat nu naar CBS. En ik maakte daar een beetje uit op, omdat we in Nederland tegenwoordig... een hele tijd al, daar baal ik wel een beetje van. Die live events zijn nooit live te zien, hè, van Bellator. Ik weet niet of je daar bewust van was. Ja, man. En dat is altijd een dag later. En ik maakte daar een beetje uit op... Ik weet niet, alsof per 1 oktober alle events straks ook live uitgezonden gaan worden. Weet jij daar iets van, toevallig, Castello? Dat durf ik niet te zeggen, man. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar Helder. Ik hoop het wel, man. Ik hoop dat ze gewoon alles... Dat ze gewoon sowieso mijn volgende wedstrijd gewoon live uitzenden. Want het is... Kijk, als Nederland nou gewoon die wedstrijden live uitzenden... Dan is het heel interessant om te kijken. Absoluut. Heel veel mensen kijken... Omdat het gewoon 10 uur is, neem ik aan. Tussen 9 en 11 uur. Mensen zijn dan wakker om te kijken. Om de dag erna, dan kijken ze niet naar die wedstrijd. Dan kijken ze naar die uitslag, weet je. Klopt. En dan... Als ze het live zien, dan gaan ze het ook meer volgen. En dan komt er meer interesse in dit land. Klopt. Dat zou perfect zijn. Ja, dus ik hoopte ook eigenlijk... Dat maakte ik wel op uit zijn verhaal, hoor. Alsof het lijkt dat het straks op mijn 1 oktober bij de overgang... Dat overal live te zien. En dat zou wel mooi zijn. Ja, ik vond het al niet van deze tijd. Het is een beetje vreemd dat je een dag daarna event gaat kijken... Waarvan je de uitslag ook al weet, weet je. Voor mij gaat de spanning er dan sowieso een beetje af. Maar dat zou dan wel... dat zou wel dan mooi zijn. Ook vooruitkijken. Je gaf net al aan met Musashi trainen. Hij heeft zelf een heel mooi gevecht... Eind oktober, ja, 29 oktober tegen Douglas Lima, die naar boven komt, volgens mij, van middel van weltergewicht naar middengewicht. Ja. Hoe zie jij dat gevecht lopen? Nou, ik zie Musashi deze wel zwaar domineren, man. Want ze hebben eerder gespaard tegen elkaar, dat ging heel makkelijk voor hem. Oké, Lima was niet fit op dat moment. En het is nu alweer een paar jaar verder. Maar het is wel een welterweight die op naar middleweight komt, weet je. En Musashi is wel afgetraind. Hij loopt zwaarder rond dan klopt. De middleweight. Klopt. Dus hij is nu ook van zwaar naar licht aan het komen. Dus ja, het gaat wel zo. Precies. Wordt lastig, hè? En Musashi heeft veel wedstrijden. Die heeft zoveel fight IQ. Klopt. Zoveel ervaring met wedstrijden. Dat het, ja. Wordt lastiger. Wordt lastig voor Lima, ja. Ja. Castello, jij bellen toch volgens mij 5 wedstrijden, hè? 4 gewonnen, 1 verloren. Ja. 3 TKO's, 1 verlies.
Drie TKO's, één op decision, volgens mij? Ja, ja. Ja? Ja. Drie TKO's, one decision, one loss. Ja, tegen John Salter. Ik herinner me nog zijn... Hij heeft laatst gewonnen, hè? Twee weken geleden. Salter? Ja, weer gevochten die Salter. Ja? Oh, heb ik helemaal niet mee? Submission gewonnen weer. Tegen andere wel goede gozer. Oké. Maar het is wel leuk, weet je. Ik ben de enige die hem zo ver heeft kunnen pushen met wedstrijden. En die hem zoveel pijn heeft gedaan. Ik dacht, hij heeft ook tegen Lovato toen gevochten. En de eerste en de twee rondes waren ook voor Salter. En toen de derde ronde werd hij moe. En toen heeft Lovato hem gefinished. Maar ja, hij had geen schade. En ik ben de enige die een drie hechtingen in zijn kop heeft geslagen. Op verschillende plekken. En dat was heerlijk om te zien. Klopt. Ja, ik vind dat wel... Oké, je refereert toch naar dat gesprek. Ik vond dat echt een mooi gesprek. Want vooral zijn after fight interview... Daar gaf hij ook jou echt heel veel respect en bewondering. Dat hij aangaf... Ja, guys, jullie kunnen mij niet kwalijk nemen... Dat ik hem gewoon op de grond legde en daar gewoon vasthield. Want hij zei, ja, wat hij staand opliep... Dat wil je gewoon niet oplopen. En dat zag je ook aan zijn gezicht. Hij had echt enorm veel schade opgelopen. Min of meer mentale winst voor jou, dat gevecht eigenlijk. Heb je dat gevecht wel eens teruggekeken? Laat me dat eens even vragen. Wow, ik heb die wedstrijd zo vaak teruggekeken. En alsnog doet het zeer, hoor. Bro, het doet nog steeds zeer als ik die wedstrijd terugkijk. Het is gewoon zulke domme fouten die ik heb gemaakt. Want ik had die wedstrijd gewoon kunnen winnen. Die wedstrijd had fucking voor mij moeten zijn. En omdat ik als een dom kind erop af ging rennen... Ja, heb ik van die fouten gemaakt waar die mij op de rug gooide. En dan het laatste ronde... een laatste ronde, als ik niet had gegooid, had het misschien een draw kunnen zijn, weet je? Ja. Maar ja, ik moest weer een domme low kick gooien, die ik van mijn leven nooit had getraind voor mijn wedstrijd. Waarom gooi ik, weet ik niet. Maar gewoon domme fout. Maar sowieso, wanneer ik deze tegenstander zijn tanden uit zijn mond heb geslagen, dan ga ik John Salter weer... Jullie komen elkaar ooit nog tegen, denk je? Ja. Ik heb wel respect voor John Salter, hoor. Een hele goede gozer, een hele aardige man. Ik heb hem ook echt na mijn wedstrijd, gewoon omdat ik hem nog doei wou zeggen, gewoon op een respectvolle manier. Maar een hele aardige gozer is dat. Heel aardig. En wat kan je 1-2 punten opnoemen die je daaruit hebt gehaald, zeg maar? Echt uit dat gevecht? Wat je echt voortaan of anders zou willen doen? Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt in een gevecht. Ja, mijn focus blijven houden, weet je. Als ik mijn tegenstander pijn heb gedaan met een stoot. En ik zie dat zijn ogen veranderen qua dat hij bang is of dat hij naar achteren loopt. Rustig blijven, weet je. Gewoon rustig blijven. Gewoon beetje voor beetje. Beetje gewoon. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Gewoon een beetje afstraffen. Precies. Totdat die opening er is en dan ga je erop af. En wat ik deed is afstraffen en ik denk dat ik die opening zag en ik ging erop af. Dat is slecht. Precies, dus op het juiste moment wacht eigenlijk. Ja. Ja, en mijn worstelen moet wat beter. Is dat zo? Waarom zeg je dat? Mijn worstelen. Ja, dat zeg je niet zo, maar waarom zeg je dat, Castello? Ja, want ik weet niet, John Salter is heel makkelijk naar de grond gegaan, man. Ja, maar aan de andere kant, Salter is wel echt een gedecoreerde worstelaar volgens mij ook, hè? Ja, hij worstelt al sinds zijn zesde. Precies. Dat is zo wat ik vind dat hij zijn pampers uitging of zo. Maar alsnog. Ja, en is dat... Wel frustrerend dat ik niks op de grond kon doen met hem. Ja, dat is ook... om daar even kort op in te gaan. Ik vind het wel interessant. En is het dan zo dat je echt werkt echt specifiek aan je worstelen... of meer specifiek op je defense en het kunnen omhoog komen, zeg maar, uit een worstelpositie? Een beetje alle twee. Dus wat we dan een beetje hebben gedaan, we hebben veel geworsteld. Mensen halen naar de grond en dan moet je hem op de grond houden. Maar stel voor dat ze jou naar de grond halen, dan moet je gelijk op proberen te staan. Dus het is niet comfortabel zitten op de grond, je moet gewoon door blijven werken. Exact. Ja, ik denk daar wel eens over na, weet je, want ik heb wel eens wat jij zegt in Europa, als ik het even projecteer op Nederland, hebben we natuurlijk voornamelijk ervaring in het staande gevecht. En je staat tegen jongens in het worstelen in BJJ die dat al doen vanuit hun zesde. En dan vraag ik me af, ja, in hoeverre is het dan realistisch om je misschien dan helemaal te gaan specialiseren op BJJ of bepaalde aspecten om in ieder geval uit die benauwde situatie te kunnen komen of het in ieder geval te kunnen verdedigen daarvan, zeg maar. Omdat je natuurlijk qua staand gevecht altijd het voordeel hebt op dat vlak. Maar interesting. Bij wie doe jij je worsteltraining, Castello? Hebben we daar een groep of lichting in Nederland die daar gespecialiseerd in is, specifiek in het worstelen, met betrekking op MMA gericht ook natuurlijk? Nou, bij Kops deed ik wel vaak worstelen, alleen de laatste tijd heb ik veel bij Gerard's huis, zeg maar,
bij zijn gym getraind, geworsteld. En er lopen ook worstelcoach rond. Van Kops, die komen dan die kant op. En dan gaan we daar zo... We proberen niet te veel overal te gaan, weet je. Vanwege corona. De periode waar we nu in zitten. Want stel voor... Kijk, we zijn niet bang voor corona en dat soort dingen. Maar als we corona hebben, dan gaat onze wedstrijd niet door. Ja. En dat is dan het laatste wat we willen. Want als onze wedstrijd niet doorgaat, terwijl je er hard voor hebt getraind. Hey, dat is zonde. Dan kan je wachten op je geld. Dat is zonde, ja. En ja, je hebt het over Musashi. Maar ik denk dat best wel zijn level of worstelen best wel wordt onderschat. Want dat is behoorlijk hoog, denk ik. Ja, nee, dat je daar... hij heeft goede worsteldingen. Ja, 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 ja. Zeker. Absoluut, absoluut. Hey, mocht jij tegen Edward staan en hem verslaan, jongen, daar gaan we even vanuit natuurlijk. En spectaculair ook, naar de woorden die je begin van de podcast ook hebt uitgeroepen. Hoe zie jij je doelen voor 2021, Castello? Voor 2021? Ja, want er is er trouwens een ranking in Bellator, zeg maar. Want is er een ranking in de middelgewicht divisie? Doen ze daar een rankings? Want bij Bellator zie ik dat niet echt. Nee, ik heb geen officiële ranking gezien. Ja, ze zeggen dat het officieel is, maar het is geen officieel. Het is, nee, volgens mij hebben ze niet echt een officiële ranking, nee. Wel een beetje gemaakt door fans of door MMA reporters. Duidelijk. Maar niet een officiële specifiek van Bellator. En als jij jezelf moet schalen in de rankings binnen de middelgewicht divisie binnen Bellator, waar zou jij dan staan? Top 15, top 20, top 5? Waar zie jij jezelf staan? Laat me dat anders vragen. Als ik het heb gezien, ik sta zeg maar vijfde. Vijfde, helder. Ja, vijfde. Helder. Ja, dat was wel leuk, maar ik wil naar de één, nummer één wil ik gaan, weet je. Ja. En ja, daar komen we wel. Uiteindelijk, dus kampioenschap, hè? En nu is die natuurlijk middelgewicht divisie in bezit van Gegard, toch? Neem ik aan? Nee, nog niet. Ja, wordt wel, want hij gaat nu voor de titel vechten tegen... Levato heeft hem natuurlijk verslagen. Ja. Ja, precies. Ja. Die heeft... Ja, hoe gaan jullie dat doen, guys? Jullie zitten in één team, maar ik vraag... Gegard is een paar jaar ouder. Ja. Dus ik denk niet dat hij lang nog doorgaat. Hij zegt het zelf ook. Hij doet misschien nog een paar wedstrijden en is hij klaar, weet je. Dat is geen probleem. Ook al doet hij nog een paar jaar langer. Maar ik ga nooit tegen Gegard vechten, weet je. Hij heeft me zoveel geholpen met alles. Nee. Misschien gaat hij wel naar light heavyweight een keertje een wedstrijdje vechten. En dan laat hij die middleweight titel wel achter. En dan... Kijk, zodra die middleweight titel beschikbaar is, ja, dan ga ik er 100% voor. Zolang dat Gegard hem heeft, of voor gaat vechten, dan ga ik er... Dan zeg ik, oké, it's all yours. Ik pak wel de cash, weet je wel. Precies. Ik zeg wel tegen andere guys. Nee, daarom vroeg ik het ook. Hè. Ik ging eigenlijk al vanuit dat jullie nooit tegen elkaar zouden staan. Dus ik vroeg me ook hoe je dat dan min of meer managen. Maar dat zal Gegard waarschijnlijk keuze maken. En natuurlijk binnen. Hij zal niet meer lang doorgaan en wellicht naar een andere divisie overstappen. Maar dat is dan even afwachten. Maar dan is de weg vrij voor jou om voor de titel te gaan. In ieder geval denk ik dat. Ja, ja, zeker. Zeker. Gaaf man. Gaaf, we gaan het zien, Costello. Ik heb de peilingen waren in ieder geval Bellator trouwens ook een peiling gehouden, hè, rond die Fabian Edwards. Je was wel zwaar favoriet, 60-40 verdeling in ieder geval volgens de fans. Er waren behoorlijk wat stemmen uitgebracht. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, was er rond die tijd een peiling uitgebracht op Bellator en dat deelden ze ook op hun Instagram. En dan was jij in ieder geval zwaar favoriet bij de Ars. Nice. Ja. Dus nice. We gaan het zien. Hey Costello, ik zat gisteren weer even UFC te kijken en je ziet tegenwoordig wat merkwaardige dingen bij referees gebeuren. Ik weet niet, heb je het gisteren gezien, dat incident? Man, ik heb vanochtend gekeken. Je weet gelijk waar ik naar verwijs, hè? ik heb het niet eens gezien. Ja. Oh, je hebt niet gezien? Nee, ik vraag het, jawel, ik heb het je wel gezien, maar ik heb niet eens verteld waar het over gaat en je weet gelijk al waar ik het over heb. Ja. Dus dat vind ik zo, dat is bizar, hè? Ja man, dat is fucked up. Dan vind ik vind, oké, die het is niet de schuld van de scheidsrechter. Hij heeft het gewoon niet goed gezien. Maar dan vind ik, omdat het zo opgeschreven, dat dan vanaf buiten... Kijk, vanaf buiten kunnen mensen het wel zien. Via herhalingscamera's zeggen ze, nee, die gozer heeft opgegeven omdat hij in zijn lever is geraakt met de knie. Dus hij heeft al verloren. Want het is fucked up. Als ik in die gozer's schoenen moet staan, van die guy die heeft verloren... Terwijl hij aan het winnen was, weet je, de eerste twee rondes. En uiteindelijk heeft hij verloren. Dan denk ik, wauw. Hij is gewoon... Zijn winbonus is die kwijtgeraakt. Klopt.
Ook veel geld hoor voor de UFC-gasten. Zeker, zeker. En dat is ook fucked up. Zeker. Want je komt op je cv te staan. Klopt. En dat is ook fucked up. Klopt. Dus ja, ik zou dan zeggen, no contest zou absoluut, zou absoluut, zijn. Absoluut, Costello. En om even wat context te schetsen voor de kijkers en luisteraars waar dit over gaat. Er was een gevecht in ieder geval dit weekend. En dan hebben we het over het weekend van 12, 13 september tussen Ed Herman en Mike Rodriguez. Waar Rodriguez eigenlijk de wedstrijd zwaar aan het domineren was. Trouwens ook vicious elbows heeft die jongen in de clinch ook trouwens. Oei, dat is echt een van de meest vicious elbows die ik zag. Maar in ieder geval door twee knietjes dacht de scheidsrechter dat Herman werd geraakt in de groin. Dus zeg maar ja, bij de ballen zo gezegd. Maar wat jij zegt hè Costello, had de mogelijkheid om replay aan te vragen. En dat is wat mij verbaasde. Want ik blame de scheidsrechter helemaal niet dat hij het verkeerd ziet. Want dat zijn gewoon mensen. Die dat kan je van verwachten. Maar op het moment dat je dus toegang hebt tot replay. Ja, bij zo'n incident zou ik altijd even checken van oké, is dit wel echt een attack geweest op de ballen? En zo niet, dan kan je de wedstrijd ook door laten gaan meteen, weet je wel. Niet Herman ja, de mogelijkheid geven om te herstellen, zo gezegd in die zin. Van gruwelijke knieën richting de buik op dat moment. Dus dat was wel sneu. En die win en winbonus ook echt sneu. Die loopt hij gewoon mis. Alhoewel ik misschien wel zie dat Dana White dat compenseert. Wat hij wel eens vaker doet bij dit soort incidenten. Dat die vechters toch een bepaald bedrag geeft om hun te compenseren. Maar ja, het blijft wel als verlies staan. Ik vraag me af of dit een no-count contest kan gaan worden. Ik zie dat niet vaak gebeuren trouwens, Costello. Nee, dat wedstrijden worden overturned in die zin. Ook bij dit soort hele rare beslissingen. Dus dat is wel sneu inderdaad. Nee, klopt. Ja. Ik geloof niet dat het gaat gebeuren, maar het zou wel eerlijk zijn. Klopt. Wel goed hoe die Herman trouwens terugkomt, hoor. Dat je uit zo'n positie, uit zo'n situatie dan nog gewoon een Komora eruit haalt. Hé, die elleboog die hij op de zijkant kreeg van zijn hoofd. Ik dacht, oké, het is klaar, hij geeft ze op. Klopt. Hij geeft ze op, hè. Ja. En daarna pakt hij een Kimura van de grond. Ja, die gozer staf, man. Ervaren rot, man. Ja, die gozer, man. Vooral bij die elleboog, hè. Daar zag ik al dat hij een kin had. Dat is bizar, man. Ja, ja. Een andere dingetje waar ik het met jou even kort over wil hebben. Een referee gebeuren. Wat er gebeurde is laatst was er een incident. Het was een gevecht tussen DC Rocco, dat is een Italiaan, tegen Cummins. Waarbij de scheidsrechter eigenlijk tussen de pauze door en in het gevecht tijdelijk liet stoppen. En sommeerde om het gevecht aan te gaan. En dus daar heb ik het niet over een positie dat je tegen de clinch staat of op elkaar ligt. Dat je dus niks doet. Dat hij zegt van actie, actie, anders sta ik jullie op. Maar letterlijk gewoon, jullie gaan naar bij de hoeken. Jullie komen terug voor de volgende ronde. En dan betekent hij nog beide bij elkaar en die zegt dat jullie meer moeten gaan strijken. Wat ik zelf wel bijzonder vond, omdat het voornamelijk vanuit Sirocco, die Sirocco heet die geloof ik niet goed uitspreek, was echt een counterstrijker. Dus het was ook zijn manier van vechten om gewoon de stoten af te wachten. En het nadelige was is dat die Sirocco daardoor werd beïnvloed en veel meer naar voren gevechten. Waardoor hij uiteindelijk met een headkick bijna nog KO ging. Oh shit. Ja. Oh, die heb ik gezien, man. Ja, en ik vroeg. En ik vroeg ja, hè? Sorry? Dat is ook van afgelopen nacht. Nee, dat is van twee weken geleden. Dat is van 2 weken geleden, is die. Volgens mij van eind augustus, begin september. Maar ik vroeg me af, wat vind jij dat de scheidsrechter. Een vechters mag sommeren om het meer het gevecht aan te gaan of meer te strijken? En heb jij dat vaker meegemaakt zelf in de octagon, vraag ik me af. Ik vond het wel een bijzondere situatie, vind ik zelf. Ja. Nee, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar. Ja, weet je, kijk, als het een beetje een boewedstrijd is, dat je in één ronde maar één keer, zeg maar, je stoot hebt gegooid en je raakt niks of je doet niks, dan snap ik wel, hey, jongens, je moet even actie doen. Want, kijk, ik snap ook wel dat ze niks doen, want ze willen gezond blijven, die gasten. Kijk, we willen allemaal gezond blijven. Tuurlijk. Maar uiteindelijk zijn we gewoon entertainers. Klopt. We zijn entertainers voor de buitenwereld. Voor de buitenwereld. Voor de mensen die deze sport volgen. Wij zijn. In hun ogen zijn we geen. Als wij in de octagon ingaan, moeten wij die mensen entertainen. En dat is waar mensen op geilen. Kijk, voor ons, omdat ik zelf een vechter ben, als ik die octagon inga, fuck die mensen, weet je wel. Ik denk daar nog eens niet na of ik ze moet entertainen of niet. Ik wil gewoon winnen. Precies. Ja, dat willen hun ook. Maar voor die mensen, ja, als je ze niet entertaint, dan krijg je ook geen wedstrijden. Of dan. We willen grote organisaties hier niet, jammer genoeg. Ja, nee, ja. Ik had er gewoon heel dubbele gevoelens bij. Want ik vond het vooral gewoon vanuit die vechten zitten met een bepaalde gameplan. Die ze aan willen gaan. En het gevecht was niet eens zo saai. Het was gewoon een heel technisch gevecht. Weet je, daar kon ik ook van genieten. Dus je zag gewoon dat Cummins heel vaak naar voren kwam. En die Sirocco heel vaak counterde. En dat ging goed. En hij was ook die wedstrijd gewoon aan het winnen. En die headkick was ook echt in de laatste 3 seconden van de laatste ronde.
En terwijl het een heel close fight was, waardoor hij gewoon dat gevecht op decision verliest. Dus, oh nee, die heb ik gezien. Die heb je gezien? Hè? Ja. Ja, die heb je wel gezien, ja. Ja, en... Hè? Die Italiaan. Ja, die Italiaan, ja. Klopt. En ik dacht daar wel van, weet je, het is natuurlijk vanuit de organisatie wil altijd gewoon, ja, gevechten die interessant zijn en die gewoon entertainen. Maar vanuit een scheidsrechtersperspectief, dat zijn gewoon commissies die worden ingehuurd, dan zou je verwachten dat die onafhankelijk zijn, dat die gewoon een wedstrijd moeten jureren. En dat ze voor de rest nergens belang bij hebben. Dus daar merk je wel dat die scheidsrechters ook wel enigszins belang hebben dat die wedstrijden natuurlijk ook interessant zijn. Dus het is voornamelijk aan de vechters om zich gewoon scherp te houden. Maar ik vond dat niet erom. Maar dat is wel iets wat me opviel. En dan wil ik je even wat vragen. Want ik had er ook een poll over gehouden op mijn Instagram stories. En ik verbaasde me wel dat 40% van de stemmen die gaf aan dat ze wel vinden kunnen dat een scheidsrechter dat mag doen, zeg maar. Dus dat was wel een eye-opener voor mij. Dus behoorlijk wat mensen vinden het wel kunnen. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik vond het was wel een goede wedstrijd. Maar het was wel stom van hem. Hij moet gewoon eigenwijs zijn, man. Precies. Hij moet gewoon aan zichzelf denken, man. Exact. Want kijk, het heeft hem wel zijn wedstrijd gekost. Exact. Als hij nog uit was gegaan bijna. Want ja. Hij viel op de grond. Ja, hij viel uiteindelijk op de grond. Dus als het gewoon nog 10 seconden later was, had hij misschien getikeerd geweest. Maar het kwam puur. Ja. Je zag echt duidelijk in de laatste minuut. Hij zette op een zoveel druk puur onnodig. En net de laatste anderhalve minuut gaf de scheidsrechter net daarvoor aan van hey, engage more. Dat ik dacht van ja jongen, je staat voor, wat ben je nou aan het doen, weet je wel. Dus dan moet je inderdaad wel je hoofd koel houden en daar gewoon, ja, storycijns niet naar luisteren. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Een ander dingetje was ook een hele interessante Castello, ik weet niet of je dat nog hebt gezien, dat was toen Dan Hardy. Met het incident met Herb Dean. Het gevecht tussen... Jay Herberts en Francisco Trinaldo. Okay. Dat Dan Hardy aan het becommentariëren was. En dat hij zag dat Jay Herberts een headkick kreeg. En dat hij dus aan het schreeuwen was dat Herb Dean de wedstrijd moet stoppen. Als commentator van de UFC-event. Ik weet niet of je dat toch hebt meegekregen. Dat was ook een heel dingetje geworden. Dus ja, vind jij dat het in de rol ligt van de commentator om daar iets over te roepen tijdens een event? Het is nu natuurlijk ook goed hoorbaar omdat er geen publiek is. Maar dat was wel een dingetje geworden, omdat Hardy, hoe noem je dat? Dean is ook naar Hardy toegegaan, dat hij gewoon eigenlijk zijn mond moest houden en daar niks over kon roepen. Wat vond jij van, van zo'n situatie? Ja, ik vind het ook. Kijk, je wordt betaald om commentator te zijn, niet om die wedstrijd te gaan te scheidsrechten, weet je wel. Precies. Die scheidsrechter is betaald om de scheidsrechter te zijn en de commentator is betaald om een commentator te zijn. Dus bemoei je niet in iemand anders vak. Exact. Weet je? Exact. Ja, dat was ook de uitslag ook van de poll binnen Instagram Stories ook helder over. Dat vond ik ook hoor. Dat was ook een bijzondere situatie. Ik vond het op zich wel mooi dat Hardy daar vanuit... Hij is natuurlijk zelf vechter geweest, hè? Dus vanuit dat perspectief weet hij ook natuurlijk dat heel veel schade kan... Ja, dat je heel veel schade op kan lopen. Dus vanuit dat gevoel vind ik het wel mooi dat hij dat doet. Maar ja, die rollen moet je wel natuurlijk gescheiden houden. Het is niet de bedoeling dat een commentator daar iets over roept, inderdaad. Nee, meens. Nee. Hey, goed je gesproken hebben, man. Ik ben echt. Ik dacht wellicht kan ik vandaag uitje halen tegen wanneer je moet en wanneer. Maar jij zei vanavond. Het is vandaag 13 september. Het wordt heel snel aangekondigd. Of moeten we daar nog lang op wachten, Costello? Weet je wat het is? Tegen mij zeiden ze gisteren. Ja. Gisteren zeiden ze tegen mij, want ik heb gisteren een interview gehad met Bellator. Weet duidelijk. Je? Is dat al uitgezonden trouwens? Zeg je? Is die uitgezonden? Dat wordt nog uitgezonden. Dat interview met Bellator. Nee, het was gewoon een interview dat ze moeten zeggen terwijl je aan het vechten bent, zeg maar. Oh, duidelijk. Het is geen live interview. Duidelijk, ik snap het. De wedstrijd die ik ga hebben is wel heel snel, is binnenkort. Ja, duidelijk. Dus ik had gevraagd, wanneer gaan ze die wedstrijd promoten? Want het duurt niks meer voordat we gaan vechten, zeg, weet je? Precies. En dan zegt hij, ja, als het goed is, komt het vanavond, wordt het vanavond uitgezonden dat jullie gaan vechten en zo. Oké, maar ja. Ik ben wakker geworden en er staat nog steeds niks op social media. Maar dus het is vandaag. Ja, weet je, Castello, je hebt al heel veel gezegd dat het dezelfde tegenstander is. Dat het niet de event zijn van oktober, dat het heel snel is. Dus het is aan de mensen om het zelf in te vullen. Mocht het trouwens al misschien een stap bekend worden als ik dit vanavond uitbreng of morgenochtend. Maar in ieder geval bedankt voor die info. Ik wil je tevens ook weer bedanken voor dit gesprek, man. We catch up soon in ieder geval. Ik wil nog pas heel veel succes wensen met je voorbereiding en het aankomende gevecht die je gaat hebben. Dankjewel. En het belangrijkste is, be safe and healthy uiteindelijk. Dat je er gezond uitkomt. En bedankt weer dat je dit wilt doen, kerel. Komt helemaal goed, bro. Komt helemaal goed. Dankjewel. Hey, thanks voor je tijd.
Dankjewel, jij ook weer. Wanneer je wilt bellen of zo, laat me maar weten, man. Je kan altijd... We connecten heel snel. Ik ben benieuwd naar de uitkomst. We connecten snel, Costello. Bedankt weer dat je dit wil doen, jongen. Is goed, bro. Yo, ciao, ciao. Yo. Yo. Ciao, man. Ciao.